Hallo allemaal, kijk, ik sta hier in een lege academie. Het zou normaal hier allemaal druk en actief en bruisend moeten zijn in voorbereiding van de open deurdagen en dergelijke. Maar het is niet anders. Hoe is het gegaan zo met de oefeningetjes die wij gestuurd hebben, de opdrachtjes? We hebben eigenlijk schitterende resultaten gekregen van heel veel kinderen. Veel kinderen hebben we ook gemist. Echt gemist. Wat is er liever hier in de klas gehad? En ik denk dat er ook ouders zijn die ze liever hier dan de klas hadden gebracht. Jullie hebben waarschijnlijk ook gehoord dat er vanaf 25 mei een geleidelijke heropstart van de academie zou zijn. Nu, dat is niet helemaal waar, want het is maar voor een heel beperkt aantal leerlingen. De maatregelen, de veiligheidsmaatregelen laten niet toe dat we de kinderen weer massaal naar de les laten komen. Het is bedoeld voor een hele beperkte groep van leerlingen, dat het kan om één op één les te krijgen. En omdat het zo beperkt is, hebben we ervoor gekozen om dat enkel aan de studenten die afstuderen de mogelijkheid te geven om in de academie te komen werken onder begeleiding van een leerkracht. Maar ook de jongeren in de derde graad of de middelbare graad die dit jaar zouden afstuderen, krijgen van ons die mogelijkheid als ze dat wensen. Ik vertel het dadelijk wat meer. Maar wat de kinderen betreft, het spijt me heel erg. Maar het kan niet. We mogen het niet. Dus we gaan verder met oefeningetjes te sturen via e-mail. Heb je er nog geen gekregen? Laat dan even weten of uw e-mailadres wel juist is. En we hopen dat de kinderen ook thuis dan verder blijven doen. Stuur gerust alle resultaatjes naar ons. Dan zetten we die op Instagram en Facebook. Dus voor de kinderen, het spijt me, het zal niet meer lukken. We kunnen jullie niet meer naar de klas laten komen. Het mag niet. Voor de jongeren ook hetzelfde. Behalve diegenen die in het laatste jaar van de middelbare graad zitten. Die mogen, indien ze dat wensen, op vrijdagavond, na afspraak met de leerkracht, komen werken aan hun eindwerken. De jury zal gewoon plaatsvinden, of de evaluatie zal plaatsvinden. En we hopen dat we toch een finale, een kleine finale, kunnen organiseren. En we plannen die, als alles mag en lukt, eind augustus. Dus, en misschien, ik weet wel, het is juni en het is druk met examen, maar misschien is die vrijdagavond wel een fijn moment van ontspanning. Dus jullie mogen, mits afspraak met de leerkracht, één op één, dat betekent één leerkracht, één leerling in hetzelfde lokaal, aan de slag aan jullie eindwerk. Dus spijtig genoeg ook niet met de vrienden en vriendinnen die er normaal op de vrijdagavond ook zijn. Maar het kan. Dus spreek even af. In de nieuwsbrief staat meer info van hoe en wat en waar en wanneer. Iedereen kan ook herinschrijven vanaf 2 juni. We gaan dat wel proberen zoveel mogelijk online te doen. Waarom? Op de site hier wordt er op dit moment heel hard gewerkt. En het is niet zo gemakkelijk om naar hier te komen. Dat betekent dat we ook omwille van veiligheid liever hebben dat jullie proberen om online in te schrijven. Dat gaat via de website van de academie, gavoorkunst.be. Indien dat niet lukt, voor de mensen die dan toch echt wel info willen op het secretariaat, dan kan dat ook, maar op afspraak. Dan moet je even contact opnemen met het secretariaat. En omdat het zo moeilijk is om hier te geraken, hebben we ook besloten om de werkjes van de kinderen, het is eigenlijk maar van een half schooljaar, om die hier te bewaren. We geven die dan mee in september als de lessen terug beginnen. Dat is voor jullie zeker makkelijker, omdat nu is hier toch niet te geraken. In september is dit allemaal klaar en dan verandert de situatie. En dan geven we alles mee zodra jullie terug naar de les komen. Of zodra de kinderen terug naar de les komen. Ik denk dat ik alles gezegd heb. Anders moet je de nieuwsbrief maar lezen. Rest mij eigenlijk alleen maar om te zeggen hoe erg het mij spijt dat ik jullie niet meer ga terugzien dit schooljaar. En ik hoop dat jullie er wel allemaal zijn in september. In ieder geval een fijne vakantie. Doet uw best op school. En tot gauw.